Hekkensluiter GVVV haalde 5 punten uit de laatste 3 duels. Jong Sparta maar 1 uit de laatste 4. En dit is waarom het staat knullig te verdedigen. Byron Burgering profiteert namens GVVV in minuut 6. 1-0 voor de Veenendaalers. En je kan zeggen wat je wilt, hij maakt hem knap af. De aanvaller uit Houten. Voorsprong dus voor GVVV. Jong Sparta bakt er aanvallend niet heel veel van. Den Haan dicht bij de gelijkmaker. Deze Jan van Willigen maakt er een hoekschop van. Die hoekschop zou voor Jong Sparta niets opleveren. Jong Sparta aanvallend onmachtig. GVVV af en toe gevaarlijk eruit. Hier El Idrissi. El Idrissi schot van richting veranderd. Pech voor GVVV. Geluk voor Jong Sparta van deze Geert Arend Roorda. Jong Sparta dan opnieuw en dan is het Grotenbrecht of is het Van Willigen. We kunnen het niet goed zien. Maar in ieder geval geen doelpunt. Dat weten we wel. Tweede helft. Joshua Patrick is er door namens GVVV. Strand op doelman Kort. Dit had de 2-0 voor de Veenendaalers moeten zijn. En dan in de wetenschap dat Jong Sparta weinig creëert. Had de wedstrijd dan in het slot kunnen zitten. Dat zit hij nu niet. Jong Sparta leeft nog en valt aan. 9 minuten voor tijd. Afaker. Afaker, bal blijft liggen en dan is daar de gelijkmaker van Wageningen. Ach ja, deze wedstrijd verdient ook geen winnaar, dus in dat opzicht is een gelijkmaker dan ook wel weer te pruimen. Maar zuur voor GVVV, dat knokt tegen degradatie. En dat nu moet uitkijken, niet ook nog tegen een nederlaag aan te lopen. Tahiri met Spies voor zich. Dit doet Tahiri heel handig. Overman met de voorzet en is daar dan ook nog de 2-1? Ja, dat is de 2-1 van Scholten. Een wedstrijd die geen winnaar verdient, krijgt wel een winnaar en dus ook een verliezer. En vooral als je dan 70 minuten voor hebt gestaan. Zijn de druiven heel zuur en dat zijn ze voor GVVV, want dat verliest in Rotterdam met 2-1.